bedje uit. Ik ga heel even naar de tandarts. En dan om 10:50 komt Erika gezellig langs. Dus ik ga het opschieten. Kom, kom bed af. Kippen zijn al buiten. Je hebt al eten gehad. Dus ik ga dan zitten. Daar was ze dan, onze Erika. We hebben al lekker een bakje thee op. En we gaan nu lunchen. En wat gaan we eten? Dit. Een soort pitabroodje, maar dan anders. Grieks, geloof ik. En heb ik plantaardige mini-burgertjes. Met een tomaatje. En wat hummus. En een uitje. En een komkommetje. En een stukje sla. Je kent het wel. Dus dit is onze lunch. Kijk hoor, welke voor jou is. Deze. Die het beste eruit ziet. Naar de gasten. Ja, dat is lief. Dankjewel. Eet smakelijk. Zo, we hebben besloten om eventjes wat te gaan doen in het atelier. We gaan... hoe noemen we dit eigenlijk? Beetje... Dit zijn Pussen allemaal, prints van de jelly plate. En dan is het gewoon een kwestie van puzzelen. Ik ga bloemblaadjes uitknippen en ik ga een leuk bloemetje maken. Ja. En ik ben het uil aan het maken, op dezelfde manier. Kijk, en dit, dat is gewoon verschillende soorten papier. En dan ga je gewoon zitten knippen, zitten plakken. Passen. En dan krijgen we zelf iets leuks. Dus dat zijn wij aan het doen met een lekker bakje thee. Nou, kijk eens hoe leuk, jongens. We hebben een mooie bloem. 2 uurtjes hier gezeten. Heerlijk knippen, plakken, praten. Ontspannen. Heerlijk. Ja. Ik heb er weer van genoten. Ja, heel leuk. Nou, die is, ik ben er blij mee. Erika geworden zo. En die van mij is, denk ik, af. Dat weet ik nooit helemaal zeker nog. Maar is zo geworden. Ja. Zo, Erika gaat weer naar huis. Mooi dit. Tot de volgende keer, schat. Champignon, rode ui en spinazie. Een lekkere salade erbij. En couscous. En dit is wat we eten. Eet smakelijk. Zo, we hebben lekker gegeten. Een bakje thee op. En ik duik nu lekker mijn bedje in. En dan ga ik een filmpje kijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.